Guess if I had to do the same again, I would, my friend Fernando. If I had to do the same again, I would. Eindelijk is Veronica toegelaten tot het omroepbestel en op 21 april 1976 begint het als de Veronica Omroeporganisatie met haar tv-uitzendingen. De politieserie Starsky & Hutch is vanaf het begin meteen een groot succes. Join us every Veronica Wednesday evening at 10:30. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible. In this world of troubles, my music pulls me through.
Hello. Wolf. Who do you think it was, Ricky Nelson? Wolfman. Wolfman Jack? Who's this? It's Cornelius from the Stampeders. Remember me? Cornelius? Yeah. Stan? No, not Stan Peters. Cornelius from the Stampeders. How you doing, Cornelius? Good? Oh, not so good. My woman kicked me out. I'm sorry to hear that. She don't want me there no more, and it's go home. I don't know what to do. Can you help me out? That's she told me to. Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. We can't handle it this weekend. Oh, really? Certainly nice to hear from you, man. Maybe bye! Wolf? Hello, Wolf? Wolf? De kapers sneuvelden bij de aanval. President Amin stond te kijken als hun helper. Israël is de held van het verhaal, al vinden sommigen dat de bevrijding van meer dan 100 vliegtuigpassagiers niet opweegt tegen de dood van Oegandese soldaten.
12 augustus. Uiteindelijk kreeg premier Den Uyl het rapport in handen. 2 weken lang vlogen koningin en prins heen en weer tussen Porto Ercole en Nederland. De 26e bood Den Uyl het rapport en de conclusies van de regering aan de Tweede Kamer. De getuigenis van Kotchen, die hier de voorpagina's haalde, was ook in Japan groot nieuws. Daar had Lockheed met miljoenen gestrooid bij de verkoop van de TriStar. 8 september overlijdt Mao. De buitenwereld kijkt gefascineerd naar deze beelden, naar de intensiteit van het verdriet. Premier Hua neemt Mao's plaats in. Niet eens zo verrassend. Wel de arrestatie van zijn vroegere aanhangers. Gonna find my baby, gonna hold her tight, gonna grab some afternoon delight. My motto's always been, when it's right, why wait until the middle of a cold dark night? When everything's a little clearer in the light of day, and we know the night is always gonna be here anyway. Thinking of you's working up my appetite, looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together make the sparks ignite, and the thought of loving you is getting so exciting. Sky rockets in flight, afternoon delight. Started out this morning feeling so polite. I always thought a fish could not be caught who didn't bite. But you got some bait awaiting, and I think I might like nibbling a little afternoon delight. Sky rockets in flight, afternoon delight. For the sun gone down, thinking of you's working up an appetite, looking forward to a little afternoon delight. Rubbing sticks and stones together make a spark ignite, and the thought of rubbing you is getting so exciting. Sky rockets in flight, afternoon delight. Afternoon delight. Aha, schurk. Dus jij hebt de baron vermoord. En de barones. En de dienstmeid en de chauffeur. Nee, makraas, er bleef geloof in mij. Ik had absoluut niks gedaan. Maak toch geen grapjes, maak dat ik advies. En jij zorgde dat er geen sporen naak waren, omdat jij deze das gebruikte om jouw slachtoffer te wurgen. Ik heb je doorverhuurd. Jij wilt... Oh, wat ga je doen? Oh, laat me los. Laat me binnen, los. Laat me los. Kom binnen. Laat me los. Kom binnen. Los. Laat me binnen. Los. Wat doe je? Kom dan. Koos! Koos! Ja. Er is een heer voor jou bij de receptie. Een heer? Een heer. Oh. En gedraag je als een heer. Ja, natuurlijk. Schiet op. Kom dan, man. Over een jaar gaat puber. Kom dan. Schiet hem op. Too much to do. Listen, don't mention the war. I mentioned it once, but I think I got away with it all right. Stop you, my no, knuckles! No, no, no. I'll do the funny war. Oh. You can't!